Krakersgroep Jan 10 heeft weer toegeslagen in Nijmegen. Afgelopen maandag heeft de groep de oude Carolus bioscoop aan plein 44 gekraakt. Jan 10 verblijft al enkele dagen in het pand dat sinds 2021 niet meer in gebruik is. De oude bioscoop moet volgens hem plaats gaan bieden aan culturele initiatieven en een plaats vormen voor dak- en thuisloze opvang. Heel veel Nijmegenaren hebben goede herinneringen aan de oude bioscoop, die in 1955 officieel geopend werd. In de jaren 80 stond het pand toevallig ook leeg, waarna het ook gekraakt werd. In 1999 werd de bioscoop verkocht aan een nieuwe eigenaar, maar in 2021 viel het doek definitief voor bioscoop Carolus. Na 3 jaar leegstand hoopt krakersbeweging Jan 10 het spookachtige pand nieuw bruisend leven in te blazen. Ja, wij hopen voornamelijk gewoon dat wij met rust worden gelaten. Wij houden goed in de gaten hoe de gemeente aan de slag gaat met culturele broedplaatsen, met dakloos opvang, dat soort dingen. En wij proberen eigenlijk in feite deels te doen wat de gemeente ook probeert te doen, maar dan door andere kanalen. De krakersbeweging hoopt met hun actie dat gemeente Nijmegen doorheeft dat zij het werk van de gemeente makkelijker maken zonder dat het de gemeente iets kost. In februari, volgens mij, is er een notitie culturele broedplaatsen geschreven. Daarin wordt bepaald dat het hard nodig is dat er een nieuwe culturele broedplaats gecreëerd wordt. Daar wordt €1 miljoen voor vrijgemaakt. Nou, oké, mooi. Nu zijn er 2 en de 2e is gratis. Jan 10 heeft niet alleen de mogelijkheid om mensen te huisvesten in het verlaten pand, maar vanwege de theaterzalen, foyer en nog een paar andere ruimtes hebben ze ook de mogelijkheid om andere dingen te doen met betrekking tot het sociale en culturele leven in Nijmegen. We kunnen hier films soort van draaien een beetje. We kunnen hier lezingen gaan organiseren en andere culturele activiteiten. We hebben hier ruimte voor kunstenaars, voor ateliers en workshops, et cetera. En misschien wat mooiste is dat we hier weer onze samenwerking met de Steeg kunnen voortzetten. Waarom het pand al 3 jaar leeg staat, is niet bekend. De krakersbeweging geeft aan dat de mogelijkheid zou kunnen zijn dat het voor investeerders misschien goedkoper of makkelijker is om het pand leeg te laten staan dan er daadwerkelijk iets mee te gaan doen. Er gingen verhalen rond over dat er horeca zou komen in het lege pand, maar daar in verband met de uitbraak van corona voor gekozen is om van af te zien. Wij hebben geen investeerders of grote donaties over het algemeen. Wij zijn nu in gesprek met een organisatie die misschien een klein beetje geld aan ons kan geven. Maar ja, grotendeels is het ons eigen geld en het werk is vrijwilligerswerk. Dus wij doen het gewoon omdat we passie voor hebben, omdat we geloven in wat we doen.